Ik vond hem aardig. Ik vond hem wel kleiner dan dat ik dacht. Kleiner? Ja, ik vond hem kleiner dan dat ik had verwacht. De 5 mei-lezing is dit jaar gegeven door bondskanselier Angela Merkel. Speciaal, want het is niet vaak gebeurd dat Duitsland betrokken werd bij Bevrijdingsdag. De lezing was digitaal en vervolgens na de lezing is Merkel in gesprek gegaan met Mark Rutte en een aantal studenten over vrijheid. Nou, goeiedag meneer Rutte. Hoe was het met Merkel en dan met name de studenten? Ja. Ik vond het heel bijzonder. Het was echt historisch dat een Duitse kanselier, het was eigenlijk bedoeld 75 jaar na de oorlog, vorig jaar, maar dat is een jaar uitgesteld. En dat ze dus 76 jaar na de oorlog, zij die toespraak houdt. Het laat zo zien dat Nederland en Duitsland weer zo'n hechte vriendschap hebben. En ook zij het doet, hè, met haar gezag. Hoe vond u de inbreng van de studenten? Geweldig. Ze hadden er goed over nagedacht. Wat Merkel ook leuk vindt, ze doet dat heel vaak in Duitsland, dit soort wat dan town halls heet. Hè? Dat ze met studenten of beroepsgroepen dat soort discussies heeft. Daar is zij op haar sterkst. En wat dan was dan een beetje scherp. En, wat was de beste vraag van de studenten? Nou, ik vond een van de hele goede vragen, die natuurlijk lastig is. Als wij nou zo voor jongeren opkomen, hoe verhoudt ze dat dan tot wat er nu in Wit-Rusland, Belarus gebeurt? Of in Polen of in andere landen? Ja. En daar gaf ze natuurlijk het goede antwoord op. Dat zij moeten ons blijven aanmoedigen. En het is niet makkelijk om dat allemaal op te lossen. Hoe was het? Ja, het was wel spannend. Ja. Het was, was leuk. Heb je geslapen vannacht? Wat minder dan normaal wel, ja. Snap ik. Ja, heel bijzonder natuurlijk. Het blijft gewoon een hele mooie kans om Merkel en Rutte vragen te mogen stellen. Ja. Waar hebben jullie het precies over gehad? Heel veel verschillende dingen. Het ging echt alle kanten op. Noem eens wat. Klimaat kwam naar voren, ook de techbedrijven, dus informatie die overal verspreid ligt over Jan en Alman. Ja. Echt heel divers was het. Hoe was de premier? Leuk, ik vond hem aardig. Ik vond hem wel kleiner dan dat ik dacht. Kleiner? Ja, ik vond hem kleiner dan dat ik had verwacht. Maar hij is hartstikke lang. Ja, ik had iets anders in mijn hoofd. Maar ik vond hem heel sympathiek overkomen. Ik heb hem heel kort eventjes gesproken. Nog even een foto met hem gemaakt. Nou is dit de tweede keer al bevrijdingsdag, hè, tijdens een lockdown. Doet dat wat af aan deze dag? Of maakt het juist extra speciaal misschien wel? Ik vind het wel extra speciaal, maar het moet ook niet te vaak extra speciaal zijn. Dus ik hoop dat we toch volgend jaar weer een normale hebben. Ja. Dat zou ik toch echt wel heel leuk vinden. Dat je gewoon weer een kolkende groep mensen voor je hebt staan als je het vuur aansteekt. En een concert te beginnen. Ja. En die helikopters rondvliegen met de artiesten. Nou, ik ben geboren in Somalië en ik heb een vluchtelingachtergrond. En dan over of ze dat anders had gedaan. Want nadat we hier schaffen was... dat vluchtelingen welkom zijn, is de AfD, dat is dan een in ieder geval vluchtelingenpartij, is best wel opgekomen. Ja, in Duitsland. En die tendens is er ook wel, gewoon mensen zijn toch wel best wel daar niet heel blij mee. Is dat ook iets waarom jij misschien enigszins opkijkt tegen mevrouw Merkel? Ja, zeker. Hey, onze ouders, grootouders. Daar heerste toch wel een beetje een anti-Duits sentiment, hè, jarenlang. Ik heb het idee dat dat bij onze generatie veel minder speelt. Klopt dat en kan je dat uitleggen? Ik denk wel dat dat enigszins klopt of dat dat aan het verschuiven is. En dat komt natuurlijk een beetje omdat we wat generaties verwijderd zijn inmiddels van het grote conflict, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan is er minder een heel hard wij-zij gevoel. Ja. Behalve bij voetbal natuurlijk. Behalve bij voetbal, absoluut. Komende zomer is dat toch wel eventjes... Zeker, en dan mag het ook weer. Okay. Maar dat is juist heel belangrijk, denk ik. En waarom we hier vandaag zaten? Omdat we met elkaar in gesprek willen blijven. Ja. Maar wij worden Europese kampioen, hè? Ik hoop het. Dankjewel. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw. Abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van De Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daar. En dan komt het helemaal goed. Hoi.